Soms ga ik niet later. Goedenavond. We hadden nog een pretje hier achter de leader. Welkom bij Topnames. Iedere week praten we met de digitale voorhoede van Nederland. Dennis, welkom. We hadden het net eventjes over. Je zei van, ik zat al in 2008 zat ik op Twitter. Helaas heb ik toen de kans gemist om mijn eigen naam te nemen. Want sinds die tijd heet je Denware op Twitter. Eventjes voor de goede orde. Want hoe oud was je toen? Toen ik begon met Twitter, 12. Ik kwam net van, ik ging net naar de brugklas. Okay. Dus als ik nu terugkijk, ik ben nu 18, dan kan ik echt helemaal weer terug naar... Ik heb zo meteen aardrijkskunde, het wordt zo saai gaan. Ja. Maar je was er dus wel heel vroeg bij. Net als... Ja, ik weet dat toen Francisco Viola ook op Twitter zat. En dat was mijn buurman. En er was op dat moment net een moord voor mijn deur gebeurd voor mijn huis. Ja. En die had mijn foto die ik had gemaakt, had ik aan hem gegeven. En hij zei, ik ga hem wel verspreiden. En dat deed ik toen op Twitter. En ik dacht, wat is Twitter? Ja. Dus ik had me toen aangemeld. En er waren toen nog zo weinig Nederlanders. Dat je al heel snel... vrienden maakte eigenlijk op Twitter. En dat je had landelijke Twitterborrels waar dan 12 man op kwam. Dat waren volgens mij de goede tijden van 2008. Ja, en een mooie tijd van die tijd ook. We gaan zo direct even naar wat je nu aan het doen bent hoor. Maar het leuke heb ik er altijd van gevonden. Natuurlijk omdat je ook niet precies weet wie is, zeg maar. Dus ik herinner jou ook uit die tijd. Jij vertelde net over je aardrijkskunde dingen. Maar dat vond ik namelijk juist zo ontzettend leuk. Dat je eigenlijk weer met allerlei dingen, met mensen contact kreeg. En werelden contact kreeg waar je het daarvoor niet altijd had. Je hebt hele grote stappen gemaakt. Je bent nu 6 jaar verder. Bruut TV is volgens mij jouw belangrijkste activiteit nu. Ja, vanaf 1 januari. En wat is dat? Wat doe je daarmee? Bruut TV is mijn productiebedrijf. En wij maken televisieproducties. Nu voornamelijk zijn we ons gaan richten op web. Omdat we gewoon merken dat daar een enorme groei is. Maar we doen ook echt gewoon concept. Echt van concept tot aan postproductie, grading. Het hele verhaal. Ja, maar dat doe je al best een tijd, al een paar jaar. Ik heb het bedrijf al 3 jaar. Maar het begon eigenlijk gewoon een beetje als mijn ZZP-dingetje. Ik maakte videootjes voor... Ja, je bent 15-jarige ZZP'er. Je bent nu 18, dus volgens mij is dat niet helemaal gebruikelijk. Volgens mij hoor je gewoon naar school te gaan als je 15 bent. Ja, sommige mensen die zitten op voetbal, dacht ik altijd. En ik vond het gewoon leuk om bedrijfjes op te starten. Ik heb ooit nog 3 maanden een webhostingbedrijf gehad. Dat vond ik leuk, maar dat was niet echt helemaal mijn roeping. En ik vond de mediawereld heel boeiend. Dus op een gegeven moment, ik vond het gewoon leuk om filmpjes te maken. En toen was ik 15, deed ik dat zo nu en dan. Stond nog op school, dus ik had er niet heel veel tijd voor. Je merkte ook dat klanten het misschien soms wel gek vonden dat je met een 15-jarige aan het werk was. Toen ik 16 was, gestopt met school. Toen werd het al wat meer. Toen had ik wat meer tijd voor. Gestopt met school toen ik 16 was? Dat is mag ook... niet, hè? Dat mag eigenlijk niet. Toch heb ik het legaal gedaan. Tenminste, niet als het aan de gemeente Amsterdam ligt, begreep ik 3 weken geleden, op een gegeven moment toen ik mijn briefbus checkte. Dat lag namelijk een kaart. Je bent verhuisd, hè? Want je kwam ik ben in Rotterdam. Ja, en ik ben naar Amsterdam verhuisd. En aangezien ambtenaren niet zo heel erg digitaal zijn, was de gemeente Amsterdam wel heel erg geschokt dat ik 18 was en zonder diploma van school was gegaan. Ja, dan moet je in een speciaal programma, want dat kan natuurlijk niet. Ja, als het hun lag, dan zat ik weer in de schoolbanken tot ik mijn diploma zou hebben. Maar dat hoefde gelukkig uiteindelijk niet. Maar ja, het begon eigenlijk met van school afgaan en toen heel veel werk gedaan bij BNN, WNL, NRC, Handelsblad en uiteindelijk ook 538. Daar heb ik tot 1 januari gewerkt en toen op een gegeven moment kwam er een bot uit Amsterdam waarvan ik dacht, daar kan ik geen nee tegen zeggen. En dat werd waardoor ik echt volledig op Bruut ben gaan richten. Wat was dat bot dan? Wat voor een bot was dat? Dat was een bot van de Storytellers Amsterdam. Groep die we nu met z'n allen vormen. We vormen eigenlijk 1 groot reclamebureau aan de Passeerdersgracht. En zij waren eigenlijk op zoek naar een audiovisuele partner. En ze waren bij mij terechtgekomen en ze waren onder de indruk. En het leek mij heel tof om daar echt gewoon mijn fulltime baan van te gaan maken. Zullen we gaan even kijken wat voor soort dingen jullie maken? De showreel die op jullie site staat. Kijken we eventjes... als Martinus hem instart. Volgens mij is er maar 1 ding wat wij gaan worden dit jaar. Ik heb gelifeswapt met de o zo geweldige Aniek van Wonderen. Deze mevrouw weet alles over mode. In tijden van crisis wil je natuurlijk zo goedkoop mogelijk op vakantie. Ik ben nu echt zenuwachtig. En ik weet bij God waar ik ga beginnen. Maar ik ga gewoon beginnen.
ja. We hebben al twee live shows achter de rug en dit is de allerlaatste. Oh mijn god! Mannen moeten weer voetballen en willen niets liever dan kampioen worden. Hey. Ze zijn 4,5 meter die achterin staan. Ik ben gewoon door de heen gelopen zonder dat ze in de gaten hebben. Zoals je ziet is de sfeer gewoon top hier. A 24-hour marathon. Vanuit Renault heb ik een ontwerpopdracht meegekregen. Met behulp van de bedrijfspagina. De keeper verdient het eerste biertje. Dat is een one-taker. Oké. Hey, vraagje. Hebben jullie ook pas iets opgenomen met pizzacouriers in de Watergraafsmeer, of niet? Pizza Cruise? Nee. Mijn dochter zei, dacht, volgens mij zag ik ze daar filmen. Maar goed. Hey, maar je hebt een hoop dingen langs zien komen. Wat is de rode draad in het soort van producties wat jullie doen? Je zei net al, het is meer gericht op web. Ja. Maar waar herken je Bruut TV producties aan? Ik denk vooral aan dat Bruut TV is. Ik ben 18, dus ik heb gewoon heel veel met YouTube altijd te maken gehad, zeg maar. En ik vond het gewoon op een gegeven moment, ik dacht, ik kan wel filmpjes gaan maken, maar er zijn duizenden mensen die video's maken in opdracht van in Nederland. Dus ik dacht me op een gegeven moment van, ik ben web en ik vind het boeiend als ik naar YouTube kijk, dan een YouTube filmpje klopt. Dus de rode draad is eigenlijk om boeiende webcontent te maken voor merken. En eigenlijk vanuit het idee dat ik denk dat ik weet wat mensen die YouTube kijken leuk vinden. Ja. Dus als partijen bij jou komen, hè, je bent vandaag voor de NS volgens mij bezig geweest met de trein Nederland door. Klopt. Wat verwacht, als je zegt van ik denk dat ik weet wat mensen op YouTube leuk vinden, wat verwachten zij dan van jou? Spreek je van tevoren af, we gaan zoveel views halen, hoe gaat dat in zijn werk? Nee, zijn nu voornamelijk waar we ons op zijn gaan richten zijn webseries. Voornamelijk voor grote merken, we hebben het voor Open gedaan, de Luisterswap die zat net ook al in de showreel. Ook voor de KNVB hebben we de webserie FC Baard gemaakt. Dat gaat over een elftal van 11 kaaskoppen bij een volledig Turkse club. En dat was dan in het kader van respect op het veld voor de KNVB. En dat zijn voornamelijk gewoon mooie content. Omdat ik denk dat je in 2014 niet meer zonder YouTube-strategie kan als merk. Je hebt heel vaak dat merken op Facebook heel erg actief zijn, op Twitter. Maar heel veel merken vergeten gewoon YouTube. Die zetten daar hun commercials op. Doen er niet heel veel mee. Maar je kan er juist heel veel uithalen. Kijk naar al die bekende vloggers ook in het buitenland. Maar je moet er wel aparte content voor maken. En waar kenmerkt zich dat dan door? Wat is het verschil tussen wat je op de gewone televisie zit en wat jullie voor YouTube maken? Ja, het is veel korter. Het is, mensen kijken gewoon minder lang en mensen kunnen veel makkelijker wegklikken. Dus we zorgen sowieso dat de spanningsboog gewoon klopt, zeg maar. Ja, korter. En bijvoorbeeld klikmomenten, met annotaties in YouTube kun je doorklikken, je kunt afleveren aan elkaar linken. En het moet leuk zijn om gewoon naar te kijken. Ik denk dat heel belangrijk is, authentiek. Ja. Hey, laatst zei hier al iemand aan tafel dat YouTube eigenlijk helemaal richting de professioneel gemaakte content gaat. Dat zeg maar de user-generated, amateuristische home video's eigenlijk weer helemaal uit beeld aan het verdwijnen zijn. Is dat een trend die jij ook ziet? Ja, ik denk toen ik nog op YouTube keek, vroeger waren dat filmpjes van mensen die met oudejaarsdag rotje afstaken en daar helemaal heel blij hysterisch van werden. En nu zie je inderdaad kookprogramma's, make-up video's, tot rap sessies die op YouTube gezet worden. En daar zit inderdaad een productie achter, dat is professionele content. Maar tegelijkertijd zijn er nog steeds ook heel veel grote, wat jij noemt net, die vloggers zijn nog steeds heel veel populaire vloggers die... jullie maken heel professioneel ogende video's, dat is ook bewust. Maar er zijn nog steeds heel populaire vloggers ook, van het andere deel van het spectrum, zeg maar, die
waar het veel meer om hun verhaal gaat. Mm-hmm. Veel meer om het... In de webcam gewoon. In de webcam gewoon komen. Een verhaal vertellen, een publiek mm-hmm. boeien, et cetera. Blijft er voor alle twee van die werelden ruimte, denk jij? Ik denk zolang je verhaal authentiek is, dat er wel dat er ruimte voor is, ja. Maar ook die vloggers, die verdienen daar geld aan. Het is professioneel in inkomstenstroom, ja. Nou, maar ik denk uiteindelijk ook dat je wel... Die zijn wel ook wel bezig met hoe ga ik mezelf neerzetten, wat is mijn doelgroep. Die gaan veel verder dan alleen maar ik ga nu vertellen hoe mijn dag was in de camera. Dat is dan gemaakt voor dames met dezelfde interesses. Of misschien wel, je hebt ook heel veel videotutorials over hoe je video's maakt. En dat is weer gemaakt voor jonge filmmakers. Ik ben gestopt met school, dus zo heb ik weer geleerd hoe ik video's moet maken. Ja, even een vraag van Twitter, want die pakken we altijd gelijk als ze binnenkomen. Mm-hmm. Jelle Derks wil graag weten, dat is een ingewikkelde vraag volgens mij. Hoe zie jij de online wereld over 5 jaar voor je? Dat is volgens mij heel breed ook vooral. Ja. Op videogebied denk ik in ieder geval dat alle merken een strategie hebben. En dat mensen niet meer lineair naar een tv-programma kijken op de televisie. Maar dat het veel meer afhangt van inderdaad Netflix en YouTube die je ook al gewoon op je televisie kan bekijken. En dat we veel meer zelf gaan bepalen wat we gaan kijken. Is er al een enorme tweespalt in jouw gevoel? Wij komen allebei een beetje uit die traditionele televisiewereld mm-hmm. van vroeger. Grappig is, ik adviseer bijvoorbeeld op het moment de KNSB, de Schaatsbond, mm-hmm. over hun digitale platformen. En die wat zeg je dan? Die hebben een probleem, want de mensen die naar live schaatsen op televisie kijken, op Nederland 1 of 2 of 3, die zijn gemiddeld 57 jaar oud. Ja. Is dat, weet je, ik denk dat we dat steeds meer zien met allerlei vormen van lineaire televisie, dat mm-hmm. het publiek enorm vergrijst. Wat zou jij dan tegen zo'n club zeggen? Wat moet je doen als merk om wel de jongere doelgroep aan te spreken? Ik vind het KNSB vind ik dat heel lastig om te zeggen, maar ik heb helemaal niks met sport. Dus, wel een beetje wij krijgt. Ja, geen schaats. Nee, helemaal geen sporter zelfs. Dus dat vind ik lastig. Ja, met KNVB was het gewoon vooral om een authentiek verhaal neer te zetten. Het waren 11 jongens die dus bij een volledig Turkse club voor de rest zaten. Dan is het een campagne, hè? Dus het ging over respect, die campagne. En je hebt dan een boodschap die je wil vertellen. Anders dan dat je gewoon een sport laat zien. Ja, nee, ik denk dat het heel lastig is. Je kan die livestream doorprikken. Ja, dat denk ik ook niet dat het heel erg werkt. Ook omdat het heel lang is. Dat is lastig op internet, denk ik. Maar ja, aan de andere kant wordt er naar live gaming heel lang gekeken. Ja, je hebt zelfs van die channels online waar gewoon iemand 2 uur lang aan het gamen is en precies vertelt wat hij heel veel mensen naar heel eens kijken. Ja. Dus, dat vind ik juist een mooie wereld. Er is eigenlijk aan het eind van de rit geen regel. Ja. Hey, je zei het al, toen ik ging van school dus en ik heb mede dankzij internet meer over video geleerd. Mm-hmm. Wellicht over software, over monteren of misschien wel over verhalen vertellen. Zijn er momenten al geweest de afgelopen 2 jaar dat je spijt hebt gehad? Voor het stoppen met school? Ja, nee, helemaal niet. En ik ga eigenlijk nog wel elk jaar naar de open dag van mijn oude school. Uh-huh. Om gewoon even te kijken. En ik vind het altijd heel leuk dat docenten ook wel snappen dat ik eigenlijk ben gestopt met school. Ze zeiden vroeger altijd al van ja, ik deed mijn huiswerk nooit. Van ja, Dennis, je school is niet voor jou. Ga gewoon lekker doen wat je leuk vindt. Dat ze achteraf natuurlijk makkelijk praten. Maar dat, zo werkt het natuurlijk op dat moment niet. Ik had een docent die vond het heel leuk wat ik deed. En die snapte gewoon dat mijn interesses ergens anders lagen. En je ouders? Die zijn ook ondernemers. Die hebben me altijd ondersteund erin. Die hebben zelfs, op wilde houden? Ja, die hebben zelfs op een gegeven moment... Op een gegeven moment werd het heel concreet. Want ik wil stoppen. Ik kreeg toen ook een baan aangeboden bij BNN. Was toen 16. En toen was de dag voor de herfstvakantie. Kreeg ik een sms'je van mijn moeder. En die zei... ik heb zojuist met leerplicht gesproken. En de dispensatie is rond. En toen ben ik eigenlijk nog die les de klas uitgelopen. En de docent keek me heel gek aan en ik zwaaide nog eventjes en ben ook weer teruggekomen. Ja, nooit bang dat er een moment komt dat je spijt krijgt? Dat je denkt, goh, ik had misschien toch nog wel iets willen studeren of een... Nee, ik denk het niet. Ik vind het gewoon heel leuk wat ik mee bezig ben. En ik denk, zolang je van je hobby je werk maakt, dat je nooit spijt zult krijgen. Tenzij je een hele grote smaakverandering ondergaat, maar dat
Nee, ik denk dat, dat alle media... Ik heb nog wel heel lang radio gemaakt ook, dus voor de BNN 538. Ja, dat was echt wel, herinner ik me ook, dat was echt wel jouw ding. Dat was eigenlijk ook wel je echte droom. Ja, absoluut, ja. Ja, en toen kwam ik in die wereld en dat was mijn grote droom. En ik zat daar, ik maakte elke maandag en woensdag programma. En dat was te gek. Het was de studio waar ik altijd van droomde. Ik had vroeger op mijn zolderkamertje, ik had geen zolder, ik woonde in een flat, maar had ik een mengpaneeltje en een radio en streamde ik illegaal op internet. Dus toen ik daar zat en ik dacht, shit, dit is het. En ik mocht zelfs invallen op Slam FM in de zomer. Ja, dat was te gek. Maar op een gegeven moment merkte ik ook wel dat een radioprogramma is uiteindelijk, als je gaat kijken naar het format, altijd hetzelfde. En ik ben niet iemand die heel lang graag aan één project werkt. Of je hebt natuurlijk wel nieuwe gasten elke keer, een ander verhaal. Maar ja, ik weet het niet. En ook misschien ook wel omdat ik zo ondernemend ben, kon ik niet heel erg luisteren. Er is een soort beeld in de radiowereld van zo moet je klinken, zo moet je het doen. En daar had ik niet zoveel zin in. Hey, je had er een... Sloot het schoolsysteem niet op jou aan? Of was het mogelijk geweest dat er een systeem was, een manier van leren? Want leren doen we eigenlijk allemaal ons hele leven. Waarin je wel had kunnen blijven functioneren. Lag het aan het systeem of lag het aan jou? Ik denk beide. Ik denk dat het systeem veel persoonlijker kan worden. Dat er gewoon heel weinig aandacht is voor mensen die misschien al wat verder zijn dan de klas. Ik was een drama in wiskunde, maar dat... ik hoef uiteindelijk ook niets met wiskunde te doen. Dus het zou al heel fijn geweest als ik had kunnen zeggen van ja, ik wil later radiomaker of nu videomaker worden. Dat ik me daar meer had op kunnen gaan focussen. En dat daar meer aandacht voor is. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het onmogelijk is om dat te doen. Dus dan zou het weer aan mij liggen. Ja, Bas, even kijken, hoe heet hij ook? Ik klik het net per ongeluk weg. Bas Bollaert wil graag weten wat jouw voornaamste rol is tijdens een videoproductie. Dus wat doe jij precies? Dat begon 2 jaar geleden echt als misschien cameraman of regisseur. Maar de laatste maanden hou ik me echt voornamelijk bezig als uitvoerend producent. Dus ik ben gewoon eindverantwoordelijk van elke productie. Kijk mee met het productieproces, is alles geregeld? Ben ik het overal mee eens? Creatieve instellingen, wat gaan we doen? Ik zit eigenlijk veel meer met het concept tegenwoordig. Echt in het concept, de creatieve... En ik ga eigenlijk voornamelijk mee vandaag met NS... om te kijken of de uitwerking van het concept, zoals ik het heb bedacht... goed wordt uitgevoerd. Oké, je hebt je eigen bedrijf. Ik neem aan, als je mensen met wie je werkt meestal ouder zijn... is dat ook niet raar dat je mensen aan gaat nemen... die misschien ouder zijn dan je zelf bent? Of? Ja, nee, dat was vooral raar toen ik had... Vanaf 1 januari heb ik dan een kantoor in Amsterdam. Het was altijd op mijn kamer... Toen kon ik geen personeel aannemen, waren altijd freelancers. Toen kwam dus mijn eerste sollicitatie rond. En ik vond het heel moeilijk, vooral omdat het allemaal oudere mensen waren om hun vragen te gaan stellen. Het was veel meer het is een beetje gek. En op een gegeven moment kwam Kenny langs, dat is nu onze cameraman editor. Die is 28. Oud man. 10 jaar ouder dan ik. Ja. Dus, maar dat was zo'n topper. Ik zit toch wel op één lijn met hem op de een of andere manier. En dat is misschien ook wel vroeger al op school. Merkte ik dat ik misschien wat ouder was dan de klas. Zij hielden zich bezig met voetballen, tikketje. En dat waren de momenten waar ik dan na school naar huis ging... om te gaan kijken hoe ik mijn website kon hosten... en hoe ik een business op kon gaan zetten. Ja. Hey, als je langs jouw site klikt, BruTV, dan... zit jij in een netwerk van andere bedrijven. Je bent met BruTV weer aangesloten bij de Storytellers Amsterdam. Klopt. Je werkt weer samen met een club die heet Social Influencers. Hoe werkt dat? Want dat is ook niet, weet je, in de oude wereld ook niet erg gebruikelijk. Hè? Nee, maar ik denk ook echt dat wij de enige en de eerste misschien in Nederland zijn die zo werken. De Storytellers Amsterdam is eigenlijk... één reclamebureau. Een paraplu? Of? Ja, de groep. En daaronder vallen dan inderdaad social influencers. En zij houden zich echt heel erg bezig met YouTube advertising. Dus dat kan metadata zijn, invoeren dat je goed vindbaar bent. Maar ook management van YouTube creators, bekende YouTubers. En daarom, zij hebben ook ons voorgesteld uiteindelijk aan de groep... Ik denk dat het een perfecte match zijn. En de andere bedrijf erin is een internetreclamebureau. Die houdt zich echt bezig met campagnes en activaties. Een ander is weer, houdt zich bezig met blogposts, betaalde blogposts. Dus zo hebben we eigenlijk in één huis, onder verschillende BV's en verschillende namen,
kunnen we elke opdracht aannemen. Ja, en, maar jullie hebben wel allemaal je eigen iedereen BV, eigenlijk je verantwoordelijk, eigen business, ja. Je eigen... Ja, maar het is wel zo dat als ik intern... er komt bij mij een opdracht binnen. En die heeft een website nodig en een Facebookpagina die gevuld moet worden. Dan kan ik dat ook intern weer wegleggen. En we hebben eigenlijk zo de rollen verdeeld. Ja. Vraag van het dagen van, oftewel Schitzo is geen kaas. Is Nederland te klein voor Ed Denware? En waar richt hij zich met zijn ooit gevolgde aardrijkskunde lessen nog meer op? Wat zijn jouw ambities? Dat is eigenlijk de vraag. Vroeger was altijd Giel Beelen mijn grote voorbeeld, omdat hij de ochtendshow had en dat leek me geweldig. Maar nu vind ik Winston Gerstanovic veel, veel inspirerender, die commercieel directeur bij Talpa is, of een John de Mol zelfs. Toen ik nog bij 538 zat, kwam op een gegeven moment Tim van Rongen, hij is producer bij The Voice, zit redelijk hoog, die kwam ik tegen en hij wilde mijn management gaan doen. En zo kwam ik ook weer bij Talpa binnen en dichter bij John en de verhalen die ik hoorde, die inspireerden me. En nu zou ik zeggen John de Mol. En dat is een groot voorbeeld. Ja. Ja. Wat maakt hem goed? Hij is heel streng. Als hij een visie heeft, dan wordt hij nageleefd. Wat er ook gebeurt. Dat doe jij ook? Ja. Dat wil je ook? Dat wil ik ook, ja. Ik merk nu nog steeds dat het vaak... dat ik ook nog heel veel moet leren. Ik heb nooit stage gelopen. Dus ik leer in de afgelopen 3 jaar dat ik mijn bedrijf heb, leer ik enorm. Maar uiteindelijk hoop ik wel die kennis ook te hebben om... mijn visie helemaal duidelijk te kunnen gaan maken aan andere mensen. Ja, een vraag van Vincent Evers. Wat is de verhouding tussen saai en goed betaald aan de ene kant en inspirerend en karige budgetten aan de andere kant? Ik weet niet of die bedoelt bij jullie of in het algemeen, maar... Begin bij jullie. Zie je daar een verschil tussen? Dus sommige dingen die je voor het geld doet, maar eigenlijk een beetje saai zijn? Of zijn de goedkope dingen zonder budget inspirerender? Ja. Je merkt sowieso dat voor webvideo... Merken moeten nog heel erg wennen aan dat je daar geld aan uitgeeft überhaupt. Maar wat ik leuk vind, dat we gewoon een jong team zijn. Ik heb nog nooit gehad dat wij op locatie ergens waren, dat iemand ging klagen over zijn uur of zo. Van, ja, weet je, ik ben al zo lang bezig, ik vind dat ik overbetaald moet krijgen. We zijn gewoon als wij iets tof vinden, dan doen we het gewoon. Of het budget nou klein is, of dat er een groot budget is. En ik denk dat het het succes is. Dat we met een jong team videomakers, zelfs met een klein budget... relatief klein budget voor video, hele toffe dingen kunnen gaan doen. Hey, want jong is in een bepaalde fase mooi, hè? Want je hebt die fase begint nu op een gegeven moment een beetje achter te laten. Want nu moet je, hiervoor is mooi dat je 12 was, 14 was, 15 was, 16 was. Nu ben je 18, straks ben je misschien wel 22 of weet ik veel hoe oud je wel niet wordt. Dus nu gaat het, hè? Dus nu word je ook nog door opdrachtgevers binnengehaald door je kwaliteit en door je jeugd. Nee, dat laatste denk ik eigenlijk al niet meer. Nee. Eigenlijk op mijn website, op Broedfeest, had ik nergens dat ik 18 ben. En we merken juist heel veel door showreels en eerder gemaakt werk, dat er heel veel business daaruit komt. Ja. En ook gewoon doordat er zijn niet heel veel producenten voor online video. Pas natuurlijk wel hier Mark Veller volgens mij ook, die ook vertelde over online content. Maar wat hij doet is echt content creëren. High-end, en dat doen we ook. Maar waar ik nog veel meer naartoe wil, is ook het platform gaan maken. Dus samen met social influencers die alles weten van YouTube-advertising. Kunnen we ook voor een merk als Opel, die hiervoor altijd nog gewoon commercials online zetten, toch een platform creëren op YouTube, waar dan toch al op de eerste aflevering van de Liveswap 20.000 mensen naar kijken. Dus ik denk dat ook een verschil is. Ja. Had je nog vragen in de... Ik heb er nog één. Hier in ieder geval staan van Jelle Derks. Heb je nog dromen op het gebied van film maken? Ja, absoluut. Wat ik zeg, we hebben nu een jonge club bij elkaar. Ik heb 1 iemand in dienst, maar ook 10 vaste freelancers waar ik gewoon wekelijks mee werk. En we merken gewoon dat we enorm veel passie hebben voor video. En dat doen we nu voor hele mooie opdrachtgevers. Maar de wens begon eigenlijk vorige maand op een gegeven moment om een korte film te gaan maken. Omdat we dat helemaal zelf kunnen gaan vormgeven. Dat we onze visie daar helemaal in toe kunnen passen. Dus we zijn nu begonnen met crowdfunding op Voor de Kunst. Ik zou allemaal even crowdfunding... Oh, dat filmpje gaan we zo direct nog eventjes kijken. Want die hebben we ook gaan we die even kijken? Ja, maar ik vind even één interessant. Deze moet even tussendoor. Want misschien dat hij bij jou tussendoor schiet. Want ik vind het wel belangrijk dat...
dat zijn moeder ook kijkt. Die zegt namelijk, het klaslokaal van nu is de wereldstekel. Daarom geloven wij thuis niet zozeer in het medium school. Dat is je moeder. Ja. Ja. Zo, dat is wel een vrij moderne moeder. Ja, absoluut. Ja. Heel, ben ik ook heel dankbaar eigenlijk dat ik van school af mocht. Ik ken verhalen, ook bij mij op kantoor, van inderdaad ouders die daar wat minder supportive in zaten. Die dat dan toch wel gingen doen en die dan, dat lijkt me lastig. Ja. Hey, maar ja, stel nog even een vraag van Niels. Hoe ben je gestart met je bedrijf? Met niks en langzaam gegroeid? Of heb je investeerders aan boord en er direct wat groter op? Nee, nooit een investering gedaan ook zelf. Gewoon met het opdracht binnenkwam, dat was 3-4 jaar geleden, een camera gehuurd. Gefilmd. En, dat was, en langzaam organisch. Ja, en op een gegeven moment had je zo'n videootje gemaakt en was ik 15, 14. En durfde ik misschien €200 te vragen. Maar op een gegeven moment ga je ook kwalitatief omhoog. En ook omdat jij meer kennis door YouTube misschien krijgt. En kun je betere dingen leveren. En heb je op een gegeven moment een geluidsman nodig. Zo ga je in prijs misschien ook omhoog. Maar ook gewoon in kwaliteit. En kun je op een gegeven moment gewoon volwaardige producties gaan maken. Dus ik heb altijd gewoon op een gegeven moment dat opdracht binnenkwam gehuurd. En nu zijn we daar. En wat doet je manager nu voor je? Nog vrij weinig eigenlijk. Ja, ik zit nu volledig achter de schermen, dus Even kijken. Vertel eventjes iets over de crowdfundactie van jou, van jullie, op Voor de Kunst. Dan gaan we daarna even kijken naar het filmpje wat erbij hoort. Ik heb het is een maand geleden het idee gekregen met mijn team om een korte film te gaan maken. Omdat we daar volledig konden gaan maken wat we zelf willen. Omdat we natuurlijk nu voor opdrachtgevers werken, die hebben altijd een wens. Maar het leek ons gewoon tof om high-end een mooie film te maken. We hebben daar nu al sponsoren voor. Bijvoorbeeld, we krijgen €1500 aan licht gesponsord in een lichtbus. Ja. Echt gemaakt voor grote films. Equipment, dollies, jibs. We zijn bezig met een crane. En tof dat heel veel mensen willen ons gewoon echt helpen. Ook omdat we natuurlijk al heel veel mensen kennen in de videowereld. Maar we hebben nog €4.500 nodig om alles te kunnen coveren. Om ons 10 minuten film te kunnen gaan maken. Mooi Boys. Gaat over een jongen die, twee jongens die heel cool zijn misschien, maar uiteindelijk als het erop aankomt geen meisjes durven aan te spreken. Door een ultieme vernedering. Oké. En waarom wil je deze film nou juist maken? Wat is het verhaal erachter? Omdat het weer snappy content is. Het is leuk. Het wordt een romantische komedie. Het wordt geen... In Nederlandse films heb je heel vaak dat een beginscène misschien al 10 minuten is. In een café. Langzaam. Maar we hebben echt een Amerikaans aanpak. En dat zijn gewoon korte scènes. Tak, door naar waar het om gaat. Ja. En ik denk dat het script dat geschreven is door dus Kenny, onze cameraman-editor. En in dit geval ook regisseur. Dat daar heel veel potentie in zit. Ja, en dan ga je 10 minuten film maken. Ja. Met een... een goed verhaal. De synopsis staat op je site. En dan heb je €4.350 nodig. Ja. De gemiddelde filmproducent... Hij vindt dat niks. Dat kost een cameraman misschien nog 2 dagen. Duurder. Ja, ja. Waarom vraag je niet 43.000? Ja, omdat het is... het is wel een goede vraag. Want uiteindelijk wil je natuurlijk wel films gaan maken met die budgetten. Dat is denk ik de wens van iedere filmmaker. Maar... Ik ben niet iemand die het leuk vindt om bij fondsen te gaan bedelen. Ik vind het veel leuker om te gaan kijken van ziet de crowd er wat in? Willen dat jullie dat we dat gaan maken? In de eerste 24 uur hadden we 25% van de funding binnen. Dus dat vond ik al geweldig. Maar ook gewoon, uiteindelijk zul je wel naar de fondsen toe moeten. Maar ik vind het nu vooral heel leuk om gewoon te gaan kijken van... Kunnen we genoeg geld binnenkrijgen om dit gewoon te kunnen doen? En kunnen we ons bewijzen eigenlijk richting die andere filmmakers die daar zoveel duizenden euro's voor vragen? Dan hoef je je uren eigenlijk niet eens betaald te krijgen. De hele crew, we hebben 15 tot 20 man crew die daar gestaan, die werkt volledig gratis. En dit is echt puur de locaties die we nodig hebben en equipment. Ja. Op dit moment zijn er nog 22 dagen te gaan. Zullen we ons gewoon met het filmpje niet ook al mooi om mee af te sluiten? Ja, dat kan ook. Nog 22 dagen te gaan. €1.510 is op dit moment binnen van de €4.350 die nodig zijn. Dus helpt allemaal mee om deze korte film mogelijk te maken.
Wij doen normaal gesproken altijd... Je wordt vermeld in de aftiteling, hè? Ja, absoluut. En zelfs bij 1000 euro doen we een dinertje voor twee met onze privékok. Stekel, jij doet altijd in de uitzending, doe jij een bijdrage aan iets. Ik ga een bijdrage doen. Je gaat een bijdrage doen. Ja, dankjewel. Oké, man. Hartstikke bedankt. Kijk naar het filmpje en ga naar Voor de Kunst, waar je Mooi Boys kunt terugvinden. Dankjewel. Mijn hart klopt harder dan normaal. Mijn handen zweten. Mijn verstand zegt blijven. Mijn gevoel zegt gaan. Ik moet iets zeggen. Hoi, mijn naam is Dennis Alkert en dit is Kevin Milo. Hij is de regisseur van onze korte film Mooi Boys. Mooi Boys gaat over twee jongens die door de ultieme vernedering te bang zijn om op meisjes af te stappen. En terugdenkend aan die vernedering besluiten ze dat het tijd is om actie te ondernemen. De productie is inmiddels in volle gang. Het script is geschreven, de storyboards worden getekend en de casting staat uit. Ook de crew is al samengesteld. Maar voordat we deze film echt kunnen realiseren, hebben we jouw hulp nodig. We hebben al een hoop kunnen regelen. Onze crew werkt gratis en ook krijgen we licht gesponsord. Maar daarmee zijn we er nog niet. Denk bijvoorbeeld aan de huur van camera's en acteurs. Die zijn essentieel voor onze film. En daar heb ik jouw hulp bij nodig. Al met 10 euro lever je een enorme bijdrage aan Mooi Boys. En ben je verzekerd van een plekje bij de online première. Bij een iets grotere donatie rollen we zelfs de rode loper voor je uit. En ben je uitgenodigd voor de exclusieve première bij ons op ons kantoor. Ik wil je ook enorm bedanken voor het kijken van deze video. En wie weet, tot op de première.